Hi mooi mens, welkom weer bij deze nieuwe video bij de 7e aflevering alweer van de chakras activeren en stimuleren. Vandaag gaan we de laatste chakra, de kruinchakra, activeren en stimuleren. Ik heb even een kleine break genomen, ik was op vakantie, ik had wat persoonlijke ontwikkelingen die ik mocht doorgaan en waar ik nog steeds middenin zit. Maar nu voelde het voor mij weer goed om een video op te nemen. En daarnaast is de energie momenteel super hoog. We zitten in een enorme shift qua energie. En met name een shift in de familie, systeem, sfeer. Daarin zul je momenteel shiften gaan ervaren, veranderingen gaan ervaren. Wellicht ben je meer geneigd om naar je familie toe te trekken, om wat dingen uit te spreken. Wil je de band verbeteren? Dat kan allemaal gaande zijn momenteel. Ik zie het heel veel om me heen gebeuren ook. En dat is in ieder geval de shift, de energie waar we momenteel in zitten en wat we mogen helen, wat we mogen doen. En het mooie is aan de kruinchakra, dat de kruinchakra echt staat voor verbinding. En daarom vond ik het prachtig om deze chakra nu te behandelen. Omdat dit er alleen maar toe kan bijdragen dat jij een betere verbinding krijgt met jouw familie. Een betere band krijgt en daardoor ook weer een betere band hebt met jezelf. De kruinchakra bevindt zich op je hoofd, helemaal bovenaan, net voor de ronding waarin je schedel naar een ronding naar beneden maakt. Net daarvoor bevindt zich de kruinchakra. Voel ook bij jou even weer waar die zich bevindt op je hoofd. Deze kruinchakra staat heel erg voor verbinding, staat voor jouw missie op aarde, staat voor het hogere. En met het hogere bedoel ik de hogere connecties die we dus kunnen ervaren met het onzichtbare. En daarnaast gaat deze chakra ook heel erg over hoop, over een doel in je leven dus je missie, over de zin van het leven, over dood, over geboorte, over zoekende zijn. Deze chakra kun je dus activeren en stimuleren wanneer jij gevoelens van twijfel ervaart. Wanneer jij onrustig bent, je doelloos voelt. Je niet verbonden voelt met mensen om je heen of met jezelf juist. Wanneer je dus heel erg twijfelt, heel erg piekert. Dan kun je dus deze chakra gaan activeren en stimuleren. Deze chakra is heel erg belangrijk. Net als eigenlijk alle chakra's. Maar deze chakra zorgt ervoor dat jij echt helemaal in verbinding ook staat met jezelf. Zoals eigenlijk met alles in het leven hoort het leven te stromen. En je kunt je lichaam eigenlijk zo ook zien. En met name je chakra's, die horen dus te stromen van boven naar beneden en weer terug. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat jij gegrond bent, geaard bent. Op die manier kun jij dus in verbinding ook staan met jezelf en met anderen. Omdat dan deze chakra en de onderste chakra helemaal goed, gecentreerd zijn, afgesteld zijn, in balans zijn. En daardoor kan zich een stroming plaatsvinden. Nou is het natuurlijk ook belangrijk dat je de rest van de chakras afstemt. Want als die te veel uit balans zijn, dan stroomt het ook niet meer. Dan blokkeert het ook ergens. Maar deze twee, de bovenste en onderste, zijn toch wel echt ook ontzettend belangrijk. Al dan niet bijna het belangrijk. Goed, we gaan lekker verder met de edelstenen die erbij horen. En daarna met de meditatie. Ik draag vandaag ook weer een edelsteen. En dat is een seleniet. Dit is een... Ik kan hem hier ook in een staaf. Vaak zie je ze in staafvormen of in vaccinelichthouders. En seleniet is echt een hele krachtige steen. Deze steen kan ook andere stenen opladen. Net als een bergkristal, die laat ook andere edelstenen op. Zo kan een seleniet dat ook. Seleniet mag je niet onder water houden. Seleniet dus niet onder water houden. Kan die niet tegen, maar het is gewoon een hele erge licht edelsteen, zeg maar. Dus die echt, je kunt hem ook gebruiken met edelstenentherapie om echt ergens in je lichaam licht naartoe te sturen. Dat doet echt deze edelsteen. Heeft hele hoge vibraties en is echt verbonden met het hogere, met het onzichtbare.
Zoals ik al benoemde, behoort ook bergkristal tot de edelstenen van de kruinchakra. Dit is een ruwe bergkristal. Beetje lastig te laten zien. Ook deze bol staat in mijn kamer en dit is een bol van agaat. En dat is te zien hier aan dit deel. Dit is agaat. De rest is bergkristal, zoals je hier ook al ziet. En die zwarte puntjes die je ziet, zijn stukjes hollandiet. Een hele mooie bol waar je mooi in kunt kijken. En dan heb je ook edelstenen hangers in bergkristal. Die zien er meestal zo uit. De ene is helemaal, zoals je deze, bij deze ziet, helemaal doorzichtig. De andere bevat juist stukjes. Hier heb ik er eentje waar wat stukjes in zitten. Is maar net waarbij jij je prettig voelt. Daarnaast heb ik ook nog wat andere edelstenen, waaronder deze. Dit is een merleniet en dit zijn meer shamanistische edelstenen. Wat dus echt ook zorgt voor een verbinding met anderen, met de aarde, met de natuur, met het hogere. Eigenlijk die zorgen voor verbinding met alles. Dit is een hele mooie krachtige steen ook. Ook celestien vind ik een hele mooie steen eigenlijk voor de kruin, omdat het echt een engelensteen is. En deze heb ik ook al laten zien bij de keelchakra. Daar is die heel erg mooi voor. Maar het is ook een prachtige steen voor de kruinchakra. En ook de moldaviet heb ik laten zien bij de hartchakra. Maar is ook juist weer heel erg aansluitend voor de kruinchakra. Omdat die dus weer zorgt voor die verbinding. Die verbinding met jouzelf, met jouw core, met je kern. Maar ook de verbinding met het hogere, met het buitenaardse, het shamanistische. Daar draagt hij ook heel erg aan bij. En verder eigenlijk alle witte edelstenen dragen heel erg bij aan de kruinchakra. Je hebt ook heel veel mensen die zeggen dat amethyst goed is voor de kruinchakra. Ga ik ook helemaal in mee. Alleen voel ik dat amethyst voor mij meer aansluit bij mijn derde oog dan bij mijn kruinchakra. Dus dat is ook voor jou weer even voelen welke edelsteen bij jouw kruinchakra aansluit. Goed, dus tot zover de edelstenen en dan wil ik je nu weer de meditatie gaan voorlezen uit het boek Chakrakracht voor Vrouwen van Lisa Erickson. Hier heb ik de andere meditaties ook uit en dit vind ik gewoon echt een krachtig, sterk boek om je chakras te activeren en stimuleren. Zoek dus weer lekker een plekje uit voor jezelf. Ga liggen of zitten zoals jij prettig voelt. En dan mag je je ogen gaan sluiten. Ga zitten of liggen met een rechte rug. En leg je hand op je navelchakra. Haal een aantal keer diep adem om je te verbinden met je fysieke lichaam. Voel hoe je lichaam erbij zit of ligt. Voel je aanwezigheid in je lichaam. Voel je verbinding met je lichaam. Breng je bewustzijn nu naar je kruinchakra. Open je hand en houd deze met de palm naar beneden, een centimeter of 5 boven deze plek. Haal weer een paar keer diep adem en stel je intussen voor dat je bewustzijn zich naar boven en naar buiten richt en je hand probeert te bereiken. Leg je hand op je hoofd. En stel je op de plek waar je hand zich bevindt een prachtige stralende lotusbloem voor. Ook hierin gebruiken we weer de lotusbloem. Net als bij de heilige lotus die we gebruikt hebben bij de sacrale chakra.
De lotusbloem is geopend en gemaakt van een stralend wit-gouden licht. De onderkant van de lotusbloem rust recht boven op je hoofd. De blaadjes komen omhoog uit je hoofd en zorgen voor een stralend krans van gouden licht om jouw hoofd. Stel je voor dat het wit-gouden licht van de lotusbloem door het midden van je lichaam recht naar beneden stroomt. Het gaat door het midden van je hoofd, langs je derde oogchakra, naar beneden, langs je nek achter je keelchakra, naar je hartchakra en dan verder door je maag en je navelchakra, naar je sacrale chakra, naar je bekken en tenslotte naar je stuitje. Van daaruit stroomt het verder naar beneden, de aarde in, waarna er wortels ontspruiten in de aarde. Houd dit beeld een minuut of 2-3 vast. Focus op het feit dat de bloem geopend is en straalt en de sterke verbinding die door jou heen loopt tot in de aarde. Het is alsof je de lotusbloem in je wezen plant en in de aarde onder jou. En wanneer je merkt dat je geest afdwaalt, herhaal dan het proces van het visualiseren van de lotusbloem en het licht dat afdaalt door je lichaam en wortelt in de aarde. Wellicht voel je dat het wat stroevig gaat, dat je er moeite mee hebt en dat is helemaal oké. Blijf gewoon oefenen en kijk hoe ver je komt. Misschien is jouw kruinchakra niet zo actief of uit balans en daardoor is het voor jou lastig om dit te visualiseren. Maar blijf oefenen. En het feit dat je het al probeert, zorgt er al voor dat de kruinchakra geactiveerd wordt en gestimuleerd wordt. En dat hij dus de krans krijgt om weer in balans te komen. Ik geef je nou even 2 minuutjes de tijd om dit proces te herhalen. Dus de lotusbloem die je ziet op je hoofd, die ontvouwd is, die een wit-gouden licht uitstraalt, die jou verbindt met het universum, met je hogere zelf, met de engelen, jouw gidsen. En die lotusbloem, die wortelt door jouw rest van de chakra's naar beneden, door je lichaam, naar de aarde toe. Weet dat je veilig bent. Dan heb je moeite met je veilig voelen.
Visualiseer dan ook een wit-gouden cirkel om je heen, alsof je in een bol zit en die bol beschermt jou. Je bent veilig, je bent gegrond en geaard en je kunt je veilig verbinden met het universum. En heb je dit gevoel van verbinding eerder ervaren en gevoeld? Haal dan deze herinnering op en voed jouw kruinchakra met deze herinnering. Ook bij de kruinchakra horen weer affirmaties. Deze gaan we wederom 3 keer uitspreken. Je mag mij naspreken in jezelf of hardop. Mijn leven is zinvol. Ik heb een missie. Ik voel dat ik deel uitmaak van iets dat groter is dan ikzelf. Ik geloof en heb vertrouwen. Ik voel mij verbonden. Ik weet wat op dit moment mijn doel is. Nog 2 keer. Mijn leven is zinvol. Ik heb een missie. Ik voel dat ik deel uitmaak van iets dat groter is dan ikzelf. Ik geloof en heb vertrouwen. Ik voel mij verbonden. Ik weet wat mijn doel is. En de laatste keer. Ik vind mijn leven zinvol. Ik heb een missie. Ik voel dat ik deel uitmaak van iets dat groter is dan ikzelf. Ik geloof en heb vertrouwen. Ik voel mij verbonden. Ik weet wat mijn doel is. En laat dit beeld nu langzaam verdwijnen. Breng je handen terug naar je buik. Voel je buik, voel je lichaam. En haal een paar keer diep adem om te aarden.
Dat was hem weer, mooi mens. Ik hoop dat je je meer verbonden voelt. Dat je je afgestemd voelt met jezelf. En mocht dat nou niet zo zijn, is dat totaal geen probleem. Oefening baart kunst. En als je hier nog niet bekend mee bent, dan mag je gewoon lekker gaan oefenen. En dan wordt jouw lichaam, jouw bewustwording, jouw chakra's worden daar zelf vanzelf bekend mee. En dan gaat het steeds beter. Dan kun je ook steeds beter en dieper die gevoelens ervaren. Ik wil je onwijs bedanken voor het kijken naar deze serie. Ik hoop echt dat je er wat aan gehad hebt. En ik zie je heel graag weer de volgende keer bij een nieuwe video. Bedankt nogmaals voor het kijken. En ik wens je een hele mooie fijne dag.